Ja, het blijft een dingetje dat vloggen. Technisch in ieder geval. Het blijft een beetje experimenteren. Hoe werkt het allemaal? Ik begreep dat er net geen geluid bij zat. Daar heb ik een heel verhaal verteld. Allemaal voor niks. Vertel ik het verhaal ongeveer op dezelfde manier nog een keertje. Ja, het was vannacht laat op het Binnenhof. Een bijzonder debat met staatssecretaris Mansveld over ProRail. Een uitermate kritische oppositie die de staatssecretaris echt het vuur aan de schenen legde. En de staatssecretaris deed haar best wel, maar het bleef allemaal vaag. Het ging over verbeteringen, maar wat voor verbeteringen? Wanneer worden die dan werkelijkheid? Hoe kunnen we dat meten? Het was allemaal niet sterk, het was niet soeverein. Het was gewoon eigenlijk niet goed. Maar het beeld was wel in het debat. Ze kan wel blijven zitten. Ze houdt in ieder geval de steun van de coalitiepartijen en ook een aantal oppositiepartijen. Maar toen gebeurde er wat wonderlijks in het debat. Op een gegeven moment werd er om een schorsing gevraagd. En toen gingen partijen met elkaar overleggen. En toen wilden ze heel veel extra informatie van de staatssecretaris, die ze eerder niet wilden geven. Dat wilden ze niet toezeggen. En ze wilden ook extra onderzoeken, de Algemene Rekenkamer, extern onderzoek. En de staatssecretaris moest na die schorsing al die dingen toezeggen waarvan ze zelf ook zei, ja, ik zeg het wel toe, ik kan niet anders, maar ik vind het niet verstandig dat ik dit nu doe. Nou, toen ging het eigenlijk helemaal verkeerd. Een dramatisch debat, het werd een martelgang. En soms vraag je dan af, als je gewoon zit te kijken naar zo'n debat, naar al die debatten van, wat doen politici, bestuurders zichzelf aan? Wil je dit toch allemaal? Je wordt zo zwaar onder curatelen gezet. Je hebt eigenlijk geen zeggenschap meer, de Kamer is nu de baas. En je weet dat er toch nog weer een debat aan gaat komen over een aantal weken. Je blijft bungelen, je bent beschadigd. En er komt er straks nog een rapport aan over de vira van de enquêtecommissie. Krijg je waarschijnlijk weer een dreun van de verschillende kanten. Heb je nog gezag genoeg om door te gaan? Of moet je bij jezelf nadenken? Ik stop ermee. Want wat ik gisteravond ook heb gezegd, en dat zat ook in het ontbijtnieuws, van eigenlijk is de staatssecretaris af, materieel gezien. Alleen lijkt het zelf nog niet helemaal door te hebben. Nou, dat is een harde conclusie, maar ik kan hem eigenlijk niet anders trekken. En dat blijf ik ook vandaag doen. Goed, verder vandaag die twee schilderijen van Rembrandt. Mijn collega Floor Bremer heeft er gisteren op onze site al een hele reconstructie over geschreven. Hoe is dat nou allemaal gelopen? Minister Jet Bussemaker van Cultuur was in overleg met de Fransen. De fractievoorzitters kwamen daartussendoor. We wilden uiteindelijk allebei die schilderijen naar Nederland halen. Een deel zou worden betaald door het Rijksmuseum, het andere deel door de staat. Het leek allemaal zo mooi. Er werd een grote overwinning gevierd vorige week. Totdat de Fransen zeiden, hallo, wij zouden toch ook een van die schilderijen kopen. We zouden het samen doen. Daar hebben we afspraken over met de minister. Nou, heel veel gedoe erover. Uiteindelijk vandaag persbericht. Ja hoor, wij kopen één schilderij en de Fransen één schilderij. De minister die op twee paarden heeft gewed, uiteindelijk het slechtste paard heeft gekregen. En dan zie je zo'n persbericht wat net uitkomt en dan staat er, de gezamenlijke verwerving van deze onschatbare kunstwerken zal de samenwerking tussen het Rijksmuseum en het Louvre in Parijs versterken. En laat zien hoe waardevol de warme cultuurbanden tussen Nederland en Frankrijk zijn. Ja, maar dat was niet de opzet van de hele deal. Dit is een schaamteloze maskering van een enorme politieke blunder. Goed, dat zou ik misschien nog eens een staartje krijgen. Verder gaan wij ons na de nasleep over het debat over ProRail met Mansveld gisteren natuurlijk opmaken. Vandaag al een beetje voor het debat met minister Van der Steur. Gisteren die persconferentie over hoe het gegaan is met die foto van Volkert van der G. Vlak na zijn vroegtijdige vrijheidstelling. Dus ja, dat gaan we vanaf morgen weer meemaken. Nou, zo spelen nog heel veel kleine dingetjes allemaal vandaag. We gaan het allemaal zien en we gaan het jullie laten weten zodra we meer weten. We gaan aan de slag.